Welkom iedereen, we zijn nu aflevering van de Pokémon Type Generations. Harm, wat was je aan het lezen? Er is een theorie nu gaande dat de NSO Red, Blue, Yellow krijgt. Omdat de Pokémon Stadium disclaimer verdwenen is. Ik snap de connectie niet. Er is een transfer pack in Pokémon Stadium. Dus dat je op een of andere manier dan een connectie kan gaan maken met de N64 NSO. Oké. Nee, ik zag het meestal. Dus het zal op zich interessant zijn. Wat wel bijzonder is, is dat Pokémon aanwezig is op PAX. Oké. Interessant. Wanneer is PAX? Weet ik het. Ik zag het ineens net. Nou, op zich interessant. Dat trouwens wel grappig dat Octopath Traveler zo weinig spotlight kreeg in de direct. Terwijl ik kan me nog herinneren toen deel 1 uitkwam. God, wat duurde dat lang toen dat in de direct zat toen de tijd. Het ziet er wel echt gewoon mooi uit. Ja, maar dat is op zich ook het mooiste aan Octopath Traveler. Het ziet ook gewoon heel erg mooi uit. Jij vond de game verder niet zo heel vet, toch? Het sprak... Nee, ik heb het toen wij 2 jaar geleden een keer op vakantie waren in Hellendoorn. Toen we de recordings aan deden waren, heb ik ook Octopath Traveler voor een half uur gespeeld. Maar ik vond het... Nee, ik vond niks. Oké. Maar moet je het sowieso niet laten spelen. En het heeft niet eens te maken met de kwaliteit van Octopath Traveler zelf, maar ik vond gewoon niks. Wat op zich geinig is, want ik ben wel de RPG-guy, maar ja, het is... Ik wou net zeggen, jij bent de RPG-guy. Nou. Is dat? Voor de rest, ja... Ik vond het wel geinig met toen Prime bezig was. Waar heel mensen heel blij. Ja, we hebben gyro controls. Ik zei zo van, wie gebruikt fucking gyro controls voor zo'n game? De mensen die dat roepen? Ja, ik snap het zelf alleen niet. Want ik heb 1 keer aangezet. Ik wilde meteen terug. Er zijn eenmaal mensen die daarvan houden. Ja, maar je ook niet gezien. Geef maar gewoon lekker met 2e stick, want ik mee kan kutten. Mm-hmm. Want. Ja. dit is echt nog wat. Wat? Oh nee, gewoon. Ik denk van oké. Noibet is genoeg geleveld. Hij kan nu zelf de dingen doen. Wordt nog steeds gewoneshot. Oef. En dan heb je gewoon experience share. En dan heb je een experience share, ja. Ja, maar Noivern is gewoon trash. Nee, nou, Noivern is het probleem niet. Noibet is het probleem. Noibet, sorry. Sorry, jezus. Nee, kijk, als het... Als het alleen maar een... Als het al Noivern was, dan had ik er geen probleem mee gehad. Maar het is een... Ik revive hem en gaat ook weer direct dood. Jezus. Ja. Milo, lukt het een beetje? Of, Ik ben aan het trainen in de Orberg Cave. Fuck je wel. Even 2 levels hoger maken met Eevee. Misschien dat ik dan net even wat ruimer uitkom met hitsteken en zo. Oeh, Manichap mist high jump kick. Ah, oh, bijna won het KO. Nou. Nog 3 leveltjes. Dan heb ik een Gengar. Nice. Voor het eind van de sessie hoop ik dat er even te halen, persoonlijk. Maar... Wat? Oké, Noibet helemaal geheeld. Oké, Noibet, let's go. Noibet take the hit. Noibet is dood.
Jordi? Ja. Ik vind dat je niet mag nee, lachen. Nee, klopt, maar ik vind het gewoon geinig. Gewoon. Je hebt godverdomme elke game. Ben je alleen aan het fietsen? Mag het een keer tegen zitten? Oh, nee. Tegenzitten is het probleem. Ik kan om tegenzitten kan ik wel doen, maar gewoon dat hij ineens één hit kan tekenen, dat is... Nou, ja, dat vind ik dus hartstikke goud. Let's go, Neuburg. Daar moet ik op zich wel lachen. Bad. Jij doet de hardcore versie. Nou, als het hardcore Nuzlocke was geweest, dan was het, ander, was het iets anders geweest. Nou, dan, Bam, bam, bam. Jongens, ik wil Steelixen tegenkomen, niet twee Onyxen weer. Oké, waar revive ik? Ik zou blij zijn als ik een Onyx tegen zou komen. Die geeft tenminste nog wat XP elke keer die kut Judoots van level 6. Terwijl er ook gewoon Judoots van level 10 hier rondlopen, maar die komen alleen nooit naar mij. Mhm. Ja, 35, oké, nog twee levels. Zo. Nou ja, dan probeer ik helemaal level ik hem even tot level 16 of level 18. Echt, ik kijk nu al uit naar het moment dat ik die Xperia rep gek. Mm-hmm. Poeh. Ik ben eigenlijk wat verwendatieve secreten we eigenlijk zijn. Ja. Nou, gewoon goede quality of life improvement. Mm-hmm. Ja, mooi. Dat zo kan je het ook noemen. Nachtschade. In dat opzicht is het wel geinig als je erover nadenkt van... Nee, het is experience share, ja. En het helpt zo erg met levelen. Mm-hmm. Maar anders had je het moeten doen met rare candies. Mm-hmm. Ook niet verkeerd geweest. Nee. Maar het is toch wel even handig als je de optie hebt om het even op een normale manier te doen. Ja, oké. Okay. Oh, Golbert geeft ook een keer tering veel XP. Mm-hmm. Prima. 781. Prima. Mooi. Interessant. Echt, ik zweer het je, dit is het beste plek om te trainen. Oh, dan ga ik even naar je toe. Ik haal even een ticketje Iron Island. Fucking hell. Het is zo grappig. Ik had voor het eerst. Hoe heet het? Ik had voor het eerst. Vannacht de Super Bowl kunnen kijken. Heb ik het nog steeds niet gedaan. Kom op, ga alsjeblieft dood. Doe maar lol. Mooi, goed zo. Fuck sake, zeker nu geparalyzed. Nee, zo, tering game. Ook nog die level up, oké, okay, bijzonder. Trainers.
passen. Ja, dan heb ik zometeen nog even de begraafplaats en dan is het ook nog één keer een poging halen. Halalalala. Halalalala. Haaland, Haaland. Lalalala. Wow, Ponyta die geeft naar 1009 XP. Hm. Hoppatee, dat is de moeite. Tering. Daar heb je inderdaad wel wat aan, ja. Ja, dat dacht ik al. Kut. Hm? Ja, fuck. Ja, ik krijg gelijk crunchje in mijn bek natuurlijk. Yep. Kijken of dit nog werkt. Ja, ik ga wel even een revive gebruiken. Pleurt op. Zo. Kijk even hoe dit doet. Valt mee. Was gewoon een update meer dan over de Rourke kwestie of is dat nog steeds? Ik ben nu aan. Ik heb goede hoop. Ik wil nog niet te hard roepen, maar ik heb goede hoop. Oké. Okay. Mijn Eevee is nu level 15. En op level 15 leert hij een aanval genaamd Growl. En die Growl gaat me heel veel helpen, denk ik. Dat gaat je waarschijnlijk inderdaad heel veel helpen, ja. Oh, come on. Dus dan krijg ik hier nog... Nope. Ik dacht van, daar krijg ik misschien nog veel experience van. Nope. Dan maar even de... begraafplaats bezoeken. Kijken of we daar iets kunnen vinden. Een Ghastly. Een Ghastly? Die kan je daar vinden. Ja, inderdaad. Het is alleen geen Dragon-type. Dat maakt niet uit. Als ik hem stop in een drakenkostuum, telt het dan mee als een Dragon-type? Ja. Oké. Okay. Ze hebben vast wel in Howdy City een kostuumzaakje. Daarom. Het valt te proberen. Zo. Nou. Jezus, wat een damage. Kijk, een repelspray en dan gaan we weer door. En zo meteen wat super potions weer halen en dan gaan we zo meteen verder met halen. Kijken of dat werkt en anders doen we de graveyard volgende sessie. Nee, kut! Ik verneuk het. Een crit? Dat is kut. Of geen crit? Nee, ik hielde de verkeerde Pokémon. Ik was heel ver, maar helaas. Opnieuw!
Hoe jij dat zei, moet ik gelijk aan die aflevering. Ja, ik deed het ook expres. Opnieuw. Dat doe ik ook expres. Opnieuw. Holy fuck. Opnieuw. Ik kom heel die aflevering. Alleen maar die zin kan ik me herinneren. Fucking hell. Dit was een battle. Mijn hemel. Ja, was het geen contest? Wat? Je zei dit was een battle. Ik zei het was geen contest. Nee, het was geen contest, zeker niet. Nou, is dit dan de battle tot ik level 37 ga worden? Nou, misschien. Oké. Ja, super potions. Hey, ik doe toch niet voor niks, Santa Tag? Dan moet je niet elke keer gewoon hitten. Vuile bitsen. Kom op, crit, en dan is hij dood. Nee. En weer geraakt. Ik heb 3 keer gezend dat heet. Mm. Zeft. Het zit niet mee. Het zit niet mee. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Het houdt niet op, niet vanzelf. Het houdt niet op, totdat je iets doet. Ja. Zoals halen van de berg of gooien. Hoppa, Hunter level 37. Yay. Nou, dat mag dan binnenkort een Gengar worden. En precies dan, dan bring het de King het ook weer tegen. Zo. Het is gewoon niet eens grappig, man. Wat? Volgende Pokémon is Onix. Doe ik 3 of 4 keer Sand Attack. En hij hit 2 Rocktros achter elkaar. Oh, deze game haat mij zo erg. Dat is echt klinkbaarheid, dit. Holy fuck. Oké, save state. Export, preparatory, backup. Oeh, dat is een crit, nice. PK. Oh, ik word wel weer gehit. Wat? PK, hex. Oké, vel open. Pokémon Diamond safe. Party Hunter wordt een Gengar. Dat wordt een Gengar. Gengar. Ah, nu weer een Hyrule. Hyrule Warriors? Ja, bijna, ja. Zo. Export. Pokémon Diamond Save. Wat doet Moldbreaker Ability eigenlijk? Want dat doet, heeft die Krennidol. Ignore dingen zoals bijvoorbeeld Levitate. Ah, oké. Okay. Import. Die zal wel een keer zijn. Ja, dat dacht ik al. Die
Leeuw. Nee, het Bittool, dat is misschien voordelig. Ja, ik heb geen revives meer, hè. Nope, mijn revives kan je ook niet kopen. Ja. Ja. Huh? What the fuck? Ik dacht dat ik het gefixt had. Dus niet. Misschien had je niet gesaved, I don't know. Heb je je game nog openstaan? Ja, maar dan heb ik hem uiteindelijk opnieuw gewoon... Ja, dat maakt niet uit. Als je game nog openstaat, doet hij het niet. Twee tellen zwart beeld. Wel, open. Diamond. Ik ben ervan overtuigd dat het kan met deze Pokémon. Superkeus. Ja, Milan, dat heb ik ook, maar ik word... Game zegt toch nee. Computer says no. En het ding is, ik heb ook mensen wel een hardcore... What the fuck? Ik heb mensen ook een hardcore Nuzlocke zien doen voor Ultramoon met alleen een Noibet. En dan vraag ik echt af hoe de fuck het hun hebben voor elkaar gekregen. Want dan zitten ze ook nog onder het levellimiet. Ik zit op hetzelfde level als hun, maar mijn Noibet overleeft geen revenge. Nee. Gengar. Ik denk ook eerlijk gezegd dat... ja, ik zoek zo meteen maar gewoon een plek om te levelen. Terwijl ik nog ga zoeken naar de bacon. Maar ja, ik wil wel het eerste eiland halen, want dan kan je ook tenminste nog wat dingen doen. Want anders is het gewoon one shot zonder dat je kan levelen. Mm-hmm. Ja. Vier keer gecent dat ik echt gewoon blijven raken, hè. Mm-hmm. Het is echt niet te geloven. Hier verraakt weer! Oh, deze game... Bladibladibla. Nou, kijken of het nu wel lukt. Export save. Ook een diamond save. Import battery backup. Sorry, importeren. Is wel gelukt. Gengar. Nice. Mooi. Ja. Kom op, een crit zou lekker zijn nu. Dat is geen crit. Hoe lang hebben we nog? 6 minuten. Auw. Ja, hoe dan ook maak ik halen af. En zo niet, dan is het gewoon van, weet je wat. Klaar. Want ik... Dan kan ik in ieder geval Iron Island nog afmaken. Oké, dit gaat hem ook gewoon niet worden. Zes Pokémon, de tering. Nee, dit... Hoe kan hij nog steeds raken? What the fuck is dit voor een game? Nou ja, jij hebt dat. Ik heb een andere. Focus Energy Revenge. En dat hij is... Hij raakt weer! What the fuck? Dat is niet te healen. 4 cent attacks en dan gewoon 2 keer achter elkaar hitten. Ja. Ja. Het is echt kut.
kut is ook dat Abra met Pursuit One Hit KO is door die Kratos, waardoor ik niet mijn Eevee volledig kan healen. Ja. Ik denk dat ik nooit zoveel moeite met de eerste gym heb gehad. Ja, ik met Hala. In geen enkel andere game. Nou, klaar. Oeh, hij doet leer. Nice. Dan kan ik hem wel voor helft maken. Dan is het... Doet hij nog een keer leer. Daar ben ik niet zo blij mee. Padapadam, papadapadam, galam, padampam. Zo, nice. Butter was no target. Krijg lekker de cholera. Ja, nee, dat heb je dus. Voorspan tegen een goalbed. Yep. Nou, kan ik misschien nog net Mantine Surf doen, dan ben ik klaar. Maar ja, ik heb wel iets moeten killen met Disarming Voice, dus ik doe denk ik de volgende sessie sowieso even een periode gewoon niks. Ja, je moet, moet het bacon vangen nog gaan beginnen. Ja, maar dat is het probleem niet. Maar ik had tussen de sessie door even berekend, als Noibet een Critical Hit Revenge zou willen overleven, zou die level 30 moeten worden. Jesus Christ. Ja, dat is gewoon van, dat is niet te levelen. Dus ik ga gewoon een paar minuten iets anders doen. Of ik ga bij wijze van spreken gewoon een paar, gewoon een aflevering lang Mantine surfen. Want dat vind ik ook niet netjes dat ik dat heb moeten doen. Snap ik. Nou, kom maar door met die shiny stone. Godverdomme. Dus ik ga denk ik begin van volgende aflevering... Nou, ik ga sowieso nu Mantine surfen. En ik ga denk ik begin van volgende aflevering... Gewoon één aflevering gewoon Mantine surfen. Wat een onzin! What the fuck een onzin, man! Ik stop ermee. Dat denk ik al gewoon niet, hè. Roselia's evolving. Je raadt echt niet wat er gebeurt. Nou... Je raadt het en je... What the fuck. Ik heb een roos reed. Nice. Hij raakt hem nog steeds niet. Nou, het ding is, hij raakt hem nog steeds. Nou, weet je wat er gebeurt? Crits negeert stat changes, hè? Ja, klopt. Dat weet ik. Wat er dus gebeurt. Kratidos is helemaal in het rood. Ik hoefde nog maar één hit te doen, dan was hij dood. Mm-hmm. Hij was min 4 attack... Hij was, min 4 evasiveness, zeg maar. Dus als hij me hitte, dan deed het bijna geen damage. Alleen hij critte op het laatste moment wanneer ik maar één aanval nog hoefde te doen. Oh, dat is zo kut. Dat is zo fucking kut. Jezus, man. Ik heb geen revive, hè. Even kijken, wekker of zo. Nee, maar dat is ook het hele probleem. Zo. Nou, ik heb niet nog genoeg tijd voor een nieuwe poging, dus... Nee, ik trigger alleen even Mantine Surf, dat is het enige wat ik nog doe. Zo. Want voor mij is het toch even... Heen en weer.
Maar ik ga wel even met je kijken naar jouw ding hoor, Milan, want... Nou, ik kan het halen. De bewijs was net. Ik kan het echt halen. Alleen, nu werd ik gewoon zo fucking hard genaaid. Mm-hmm. Ik wou bijna hardop zeggen van, hé, het is me gelukt. Totdat hij hem kritte. Zo, kom op. Kom op, geef me die fucking Mantine. Ben ik nou de enige die eigenlijk relatief goede progress heb gemaakt deze sessie? Nee, ik heb ook wel progress gemaakt, maar ik zit gewoon vast. En daardoor heb ik iets gedaan wat ik gewoon volgende sessie compenseer. Ik kan het zeggen, ik heb 3 Pokémon geëvolueerd deze sessie. Ja, ik heb een Noibet en dat is het enige. 34, 34, 37, 36. Mhm. Nou, mooi. Wacht even, ik ga heel veel bij Mantine staan en dan geef ik... Fuck it. Zal ik even de stats doorgeven van mijn Noibet? Hij is level 15. Ja. Attack 15. Defense 19. Speed 26. Special Defense 17. En Special Attack 21. En hij is level? 15. Ja, dat... Klaar voor vandaag? Of Klaar voor vandaag? Ja, ik ben er bijna waar ik wilde stoppen. En dan zijn we klaar. Dus... Nog kleine seconden ben ik klaar. Ik zit letterlijk met Oak te praten. Dan kan ik Mantine surfer triggeren. En dan is het klaar. Oké. Ja, ik ben nu toevallig net een battle nog in. Ja, die kan je afmaken offscreen. Ja, prima. Oké, dan is het getriggerd. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters. Yeah. Yeah.